De regering van Suriname zal binnen niet al te lange tijd van start gaan met het Affordable Housing Project AHP, dat bekend staat als het LISP-3-project. Daarvoor is een start-up workshop gehouden voor het uitvoerend orgaan Program Implementation Unit om te vernemen wat de werkwijze zal zijn van dit woningbouwproject. Dit project heeft vorm gekregen door de samenwerking tussen de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Financiën en de Islamic Development Bank. Wat is de rol van het ministerie van Financiën? Financiën is, we negotiate. Wij doen de onderhandelingen over de financiering nadat de regering heeft gezegd dit is een noodzakelijk project. En wij begeleiden dan ook het vakministerie met in feite de relatie met die instelling. De internationale instellingen waarmee wij business doen, die geven ons hele comfortabele leningen. Lange termijn en een lange vrije periode, een grace period zoals wij dat noemen. Maar er zijn heel veel regels eraan verbonden. Aanbestedingsregels, de manier waarop we contracteren, de manier waarop we mensen in dienst nemen. Dus wij begeleiden, wij vanwege de ervaring die breed gaat over de totale de regering, zijn we in staat een behoorlijk begeleidingsproces op te zetten. En met de start van de workshop in feite neemt Sociale Zaken het compleet over. Maar waar nodig is natuurlijk als zaken vastzitten, is het mijn persoon als de governor voor de Islamic Development Bank en als minister van Financiën die dan zaken recht gaat trekken. Dit project gaat 4000 woningoplossingen bieden, waarbij het gaat om 2000 renovatie van woningen en of uitbreidingen of uitbreiding. Daarnaast gaat het om 1000 nieuwbouwwoningen voor mensen die een perceel hebben. Het gaat dan ook nog om 300 woningen voor mensen die geen perceel hebben. Daarnaast zullen in het binnenland ook een aantal woningen gebouwd worden en woningen worden gerenoveerd en of verbeterd. Het lijkt soms simpel, woningen, maar je praat over woningen, zoals mijn collega het aangaf, infrastructuur, de utilities, water, licht, alles dat erbij komt kijken. En natuurlijk gewoon de woonwijkplanning als zodanig. Kost enorm veel geld. En dit is voor ons één belangrijk, want we geven dus antwoord op het sociaal vraagstuk. Voor vele mensen wordt het een verlichting. Je kent het vraagstuk van woningen die gehuurd moeten worden, woningen in valuta gehuurd moeten worden. Altijd het gevaar van het moment dat er bewegingen zijn op de markt, denken de mensen aan hun eigen portemonnee. Dus naarmate wij dit kunnen completeren, naarmate wij de mogelijkheden kunnen verschaffen dat mensen in hun eigen woning kunnen komen of in een verbeterde woning, is dat een heel pluspunt. Het is dus aan de ene kant het sociaal vraagstuk, maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook het voordeel dat het een stukje economische bedrijvigheid met zich meebrengt. Want huizen bouwen betekent werknemers, betekent contractanten, betekent materiaal verschaffen. Dus het snijdt positief aan beide kanten. Je lost een sociaal vraagstuk op en op hetzelfde moment ben je dan ook bezig een economisch verhaal beter op te bouwen. Wat zijn de criteria, minister, om in aanmerking te komen voor deze fondsen? In principe bij de subsidies is het min of meer, moet het gezin geen inkomen hebben hoger dan 2500 SRD. Maar in de tijd dat de Operation Manual werd geschreven, was de koers van de dollar anders dan vandaag. Dus vandaar dat bijvoorbeeld de intakes gaan pas plaatsvinden, beginnen plaats te vinden in mei, omdat er aantal zaken opnieuw berekend moeten worden. Tot slot, minister. Dit project, Affordable Housing Project, wordt ook wel LISP 3 genoemd. Hoeveel geld is apart gezet voor dit project? Het is 35 miljoen. Dat komt voor financiering. Wij hebben aan land moeten binnenbrengen 3 miljoen, dus de tegenwaarde van 3 miljoen US en cash 750.000. Dus het is niet alleen affordable housing, maar het is ook financially affordable voor ons als regering.